Het is zaterdagavond. We vervelen ons. We gaan iets leuks doen. We hebben allemaal grote rietjes, mega rietjes. En we gaan kijken of we vanaf de zolder met een rietje kunnen drinken. Wat hebben we voor drinken? Limonade. We willen iets zien. Zo, oké. Dus we gaan rietjes in elkaar zetten. We gaan hier neerzetten. Ja. Hier, zo. En dan helemaal zo omhoog. En dan gaan we helemaal zo omhoog. Omhoog, zo. En dan kijken of het lukt. En misschien hebben we wel een record. Ik weet niet wat het record is. Guinness Book of Records. We hebben ook toeschouwers vandaag. Kijk. Hallo toeschouwer. Nog meer, hè? Oh nee, toch niet. Daar ligt hij. Ja. We hebben fans. Allemaal fans. Nou, we gaan kijken. We gaan eerst de rietjes in elkaar zetten. Zo. Dat moet echt heel strak. Rietjes en best in elkaar. Zo. Schuiven. Ja, volgende. Hoppakee. Zo, ben benieuwd. Jij ook? Dat is leuk. We hebben er genoeg. Ik denk dat je met 5 rietjes aan de bovenkant. Voilà. Jawel, maar ik wil het record, dus we gaan gewoon kijken. Ik zal ondertussen even kijken op Google wat het kost. We gaan heel goed verder erin zo doen. En als die breekt, een scheurtje in zit, dan moet er gelijk een nieuwe. Nee, dat is die niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Nou, is het een ander kleurtje, man. Groen of zo. Nee, voor de kleur. Oké. Dat is een flink rietje, Sofietje. Inmiddels zijn we een paar rietjes verder. Kijk, het zijn allemaal rietjes. Zo, dat moest ik even doen. Als je daar even... Hou even je hand hier. Wie gaat eruit drinken? Dat het ik daar achter de kast gelegen met stof erin. Dus papa. Oké, okay, ik ga drinken. Ja. Heb je nou toch limonade daarin gedaan? Een scheutje, want bij water zie je het niet. En als die valt dan? Dan heb jij een klusje? Ja, nou, dat dacht ik niet. Oké. Okay. Als die valt moeten we het zelf opruimen. Nee, papa een klusje. Ja. Pak jij nog maar. Kijk, jij is al aardig lang. We gaan sowieso nu even tot de keuken. Ja, sowieso. Spannend. En hij wordt langer en langer. En langer. Koebel. Goed, dit is de laatste. Dan zitten we op de... Dan gaan we al naar boven. Of we het rietje alvast naar boven kunnen doen. Een soort van. Dan doe ik zo. Tussendoor. Zo. En dan daar tussendoor. Ik doe hem alvast een beetje zo. Oké, dan moet jij hem even aangeven. Dus de vraag is, kan je van zolder een glaasje drinken? Met een megagiet. Zo, hoppakee. Nog hoger. Is het rietje nog beneden? Ja. Ja? Oké, okay, we zijn nu op zolder. Nu niet meer. Oké, okay, okay. Ik doe nog één rietje aan. Als jij hier blijft staan? Nou, het rietje is nu helemaal gesetteld. Nou, we doen nog een extra rietje. Dan gaan we nu het drinken klaarzetten. Je moet wel een beetje vastklemmen of zo. Nou, dan gaan we dan. Moeilijk, hoor. Proost. We gaan even een gaatje in de dop maken, want dan blijft het rietje waarschijnlijk erin zitten. Dus, zo. Ja, dit is al goed en dan stop je gewoon het rietje. Maak een kruisje. Zo. Hoppakee. Dit is goed. Al kan nu een klein beetje in. Ja. Kom maar goed. Even een beetje indrukken. Zo. Ja, dit is goed. Ja. Nou, gaatje erin gemaakt. En dan gaan we kijken.
Zo. Oh. Ja. Dus nu moeten we hem... Nu gaan we hem neerzetten. Maar hij moet... Nu moet hij van boven. Goed, ook... Ik heb even een streepje erop gezet. Zo. Dan kunnen we zien... of er wat uitgaat. Dus we gaan nu naar zolder. We gaan nu... gaan het proberen. Je moet hem even iets doortrekken. Trek hem maar door. Zodat hij een beetje recht komt. Ik ben benieuwd hoeveel meter zou het zijn. Ja, ja, stop. Ja. Nou, daar gaan we. Ga jij drinken? Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, 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 het rietje zit erin. Oh, waar is die? Kijk eens even. Nou. Hehe, buiten adem. Doe je best. Ga je gaan. Wacht. Even. Doe maar. Nee, kan niet. Dat kan niet. Nee. Waar is het? Hier komt, ja. Een hele lange adem hebben hiervoor. Bij mij? Ik gewoon ga ik in de lucht aan. Nee, dat gaat zo zijn. Nee, hou hem dicht en dan. Zo, ja, steeds. Ik ga beneden kijken of hij wel een beetje omhoog komt. Hier, neem me mee. Ik ben nu buiten adem. Nee, moet in één tap. Het kan niet in één keer. Zuigers? Er komt er eens drink omhoog. Nog niet. Komt er eens drink omhoog, komt er eens beweging. Dat is uw blaas. Ook niet. Omdat er misschien te veel lucht vrij komt ondertussen. Of er zit in één rietje een gaatje. Ja, maar dan heb je een rietje. Ja, mag ik proberen? We gaan nu, we zijn allebei buiten adem. Dus we gaan proberen of het lukt vanaf de eerste verdieping. Dus vanaf hier. Hier, zo. Hoppakee. Pak jij de kamer over? Ja, hier heb je het rietje. Vanaf de eerste verdieping. Doe eerst eens blazen, kijk of je bubbeltjes krijgt. Ja. Ja, nou, dan moet het kunnen. Ja, maar je moet wel elke keer als je zuigt, je tong er tegen of je duim. Snap ik bedoel dan? Mm-hmm. Komt geen schrijven. Wel. Anders moeten we die keepjes afplakken. Ja, gewoon een plakband. Ja. Denk ik. Ja. Een plakband. Hierom. Ja. Ja, maar dan zouden we toch ook niet doen met blazen? Natuurlijk wel. Dat doet hij wel. Ja, blazen doet hij wel. Dan zie je bobbeltjes. Maar trek hem eens iets omhoog, want hij zit tegen de bodem aan volgens mij. Ja, dat maakt niks uit. We gaan nu de kiertjes of die overgangetjes van de rietjes gaan we dus met duct tape dicht doen. Dat gaat gewoon lukken. Dat zeker. Kijk. Ja. Dit soort inkepertjes. Die maken we gewoon dicht. Zo. En dan strak. Hoppakee. Zo. Komt er geen lucht door. Ja, het moet lukken. Ik weet het zeker.
Over van die duct tape dingetjes op gedaan. Nu gaat Noah het testen. Doe eerst eens blazen, Noah. Nou, kijk. Nou, probeer het maar. Volgens mij, ja. Ja. Er zit vocht in het rietje, hoor, Noah. Hier. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, dit wordt hem. Maar je laat hem elke keer, dan zakt hij weer weg hier. Kom op. Kijk, hij zakt weer weg nu. Hier. Doe eens zuigen. Ik hou mijn duim erop. Zuig eens. Ja, hier, daar gaat hij. Hij beweegt hier. Ik hou mijn duim erop. Hij zakt weer weg. Er komt toch ergens lucht vrij. Hier zit het wel, hè. Je blaast nu. Ja, zeg. Oh, ah. Nou, de eerste verdieping is gelukt. Daar heeft Noah inmiddels een paar slokjes gehad. Maar nu moeten we een stapje hoger. Dat is wel een uitdaging. En nu is het de beurt aan de. Ga door. Ja, kijk. Is niet veel, maar wel een klein beetje. Ja. Het werkt. Oké. Dit gaat goed, maar nu moeten we nog een verdiepingje hoger. Lekker? Ja. Oké, ik hou hem dicht nog, Noah. Ja. Doe maar. En? Oké, kijk, hier zit een lek. Het lukt. Laat zien. Ja. Het zou zo meteen, je zou hem helemaal leeg kunnen drinken. Maar hier zit een lek. Hier. Doe nog eens proberen. Hier is het helemaal lek. Ja, je hoort hem hier. Hier, luister. Doe nog eens. Doe zuigen. Ja, hier zit een lek. Je hoort het ook echt. Ja. Heb je nog? Kijk. Een mini beetje. Kom eruit. Maar? Mijn hand is helemaal nat ervan. Oh, nou is het rietje weg. Dus. Conclusie. Is het mogelijk om vanaf de benedenverdieping wat te drinken? Half. Met een rietje op de zolder? Half. Er komt niet heel veel. Als je echt dorst hebt, zeg ik niet doen. Maar het kan wel. Uh-huh. Alleen onderweg is het een beetje nat, dus we moeten een beetje opruimen. En je moet een beetje veel zuigen. Ja, dus we moeten even kijken. Nou, hierzo is het een beetje nat, dus je moet hier even. De hele trap, hoor. De hele trap nat? Ja. Dat kan wel. Ja. We gaan even kijken bij het bekertje. Ja, het is hier ook nat. Hey, Corrie. Ja. Het is gelukt. Het is niet als je dorst hebt dat je zegt ik ga het even doen. Maar kijk even. Waar ga je dit filmpje nou op doen? Dat is een bonenpje uit. Het is voor Checkpoint. Nee, zoiets. Maar ja, gewoon. Het was gewoon even een proef. En we hebben iets wetenschappelijk bewezen. Ja. Nou, ik zou zeggen, probeer het ook. We gaan nu even opmeten of we het langste rietje ooit hebben. Gaan we even googlen waarmee gedronken is. En dan kijken we nog even. Ik denk dat het niet is gelukt, maar. Wat is dat? Nou, we gaan hem opmeten. Hoe lang is ons rietje uiteindelijk geworden?
1 meter. Dan even vastzetten op een meter. Zo. Je kan gewoon het rietje naar beneden slepen. 3 meter. Maakt niet uit, dat het stuk gaat. Nee, nu niet. 3 meter. Zal ik me daar ongeveer aan? Ja, hou me vast. Goed, ik... Met knikje, knikje. Knikje. Ook in het Wilders kan vandaag rekenen op een voer voor de afloop. 4 meter. 5 meter. Vijf meter. Het zeigt mir dat Deutschland niet verloren is. En het zeigt mir dat Deutschland... 6 meter. Nee. Nou. Ik denk 8 meter. 8 metertjes. Van 7 meter. En het laatste stukje. 8 meter. 7 meter. Het is echt ongelooflijk. Het is 7 meter 96. Dus, we gaan even googlen of dat het langste rietje is ooit. Want dan gaan we voor het Guinness Book of Records. 7 meter 96 rietje heeft Noah, eerlijk is eerlijk, ik was buiten adem, heeft Noah een paar slokjes gedronken. Ik heb even gegoogeld wat het langste rietje, het langste rietje ooit is geweest waaruit gedronken is. En wat zie ik? Hier. Er zijn wel wat pogingen gedaan. Er zijn heel veel lange rietjes gemaakt. Maar het langste rietje wat ooit uitgedronken is staat hier op 5 meter. En wij hadden 7 meter 95. Dus wat begon met een geintje net een uur geleden. Volgens mij hebben we een wereldrecord gevestigd, nou. Ja. Dus, nou ja, vanaf nu gaan we het land doen waarschijnlijk. En laten we ons inhuren als langs de rietjes drinkers of zo. En we gaan het Guinness Book of Records even bellen. Ja, we hebben hier gewoon getuigen. Hè? Nou, Noah. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Met het langste rietje record van mij ooit. Oké. Ja, vond je het een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En uiteraard even abonneren. Maar denk je nou dat jij het kan verbeteren, dit record? Laat het dan eventjes zien. Maak een leuke video. Tag ons erin. Of stuur even een berichtje. En dat willen wij wel zien. Want volgens ons hebben wij als familie van Vlogger het wereldrecord uit het langste rietje drinken. Later!